Konnichiwa peeps, it's your boy Wesley in deze let's play van Pokémon Light Platinum. Dit is een ROM-hack van Pokémon Heart Gold. En ik heb er super veel zin in. Yeah. Huh? It's already become so bright outside. Sorry to keep you waiting. Welcome to the world of Pokémon. My name is Professor Oak. But everyone calls me the Pokémon Professor. Hashtag Engels is slecht. Before we go any further, I like to tell you a few things you should know about this world. This world is widely inhabited by creatures known as Pokémon. We humans live alongside Pokémon as friends. At times we play together. And at other times we work together. Some people use their Pokémon to battle and develop close bonds with them. Now, why don't you tell me a little bit about yourself? Are you a boy or a girl? Ik ben een boy. Yes. Onze naam is... Wesley. Yes, Wesley, ben je klaar? Je eigen verhaal of een groot avontuur gaat verteld worden. Leuke ervaringen, moeilijke ervaringen. Er is zoveel op jou te wachten. Dromen, avonturen. Laten we gaan naar de wereld van Pokémon. Zie je later. Oh, de sprite ziet er wel helemaal anders uit dan wat ik heb gekozen. Maar het is wel leuk. Hey Wesley, je bent eindelijk wakker. Onze afspraak. Ze heeft gezegd dat ze een taak voor je heeft. Nee, ze wilt iets van je vragen. By the way, heb je alles dat je nodig hebt om uit te gaan? Hier, gebruik deze tas om dingen in te bewaren. Dit is je trainerkaart. Hier kan je op slaan. Is ook een beetje handig. Just try touching the buttons and you know to do in no time. Kom aan, we gaan beginnen. Naar de professor. Hey, cool. Field van Arceus. It's a statue of an ancient Pokémon. It seems to be divine. Professor Jasmine. Mijn vriend Kouari heeft iets heel belangrijks gevonden in Central City. Het is heel dichtbij. Ik heb je help nodig. Ik kan niet bewegen. Hier, ik heb heel veel werk. Ik heb echt een slechte Engels. Oh, we krijgen een Pokémon nu. Ik ben benieuwd welke Pokémon's we krijgen. Bulbasaur, de grassoort. Squirtle, de watersoort. En Charmander. Ik is Charmander. Wil je Charmander een nickname geven? Ja. Vrouwelijk. Ik noem hem... een vrouwelijke Charmander. Hoe ga ik die noemen? Ik weet het. Nurse. Hopelijk past het. Oh shit. Waar staat de S? Nurse.
met maar één Z. Is Nurse Lizzie the nickname you want to give? Yes. Once you have talked with Harry, kom terug en vertel me alles wat je hebt ontdekt. Het moet heel belangrijk zijn als hij me heeft gealarmeerd deze weg. En als je Pokémon pijn hebben in gevechten op je weg naar Central City, kun je deze healmachine gebruiken. Het is zo handig om te gebruiken, gewoon mijn PC checken. Oké, dankjewel voor dit, Wesley. I'm counting on you. Ze is op mij aan het tellen. Oeh, Pokémon. Een Pokémon gevecht. Een wilde Bidoof. Scratch. Weer een Bidoof. Het zou nu echt kut zijn als je nu een shiny zou tegenkomen. Oh shit, ik ben dood. Nee. Terug opnieuw. Een poging 2. Bessen. Altijd handig. De gratis status healers die je in het wild kunt vinden. Oh, ga ik geen heal? Oh, daar is mijn potion. Excuseer me, jij bent Wesley, ben je? Professor Jasmin heeft me over je verteld. Volg mij. Oh, hoe gemeen ben ik. Ik heb mezelf nog niet geïntroduceerd. Ik ben Kaori. Jasmin en ik studeren de Pokémon-mythologie in Zeri. This slab has been discovered this morning, but I can't understand anything of these letters. Can you try fiddling with it if you want? Oei. So, is this... Dankjewel, Wesley. Ik zend Jasmin de resultaten van de research als zo snel mogelijk. Ik hoop dat we elkaar nog eens ontmoeten. Ja, ik weet het wel zeker. We gaan elkaar nog ontmoeten. Geef mijn best aan professor Jasmin. Zo, dat is de secret van de mysterieuze slab. Team, exclusief
We'll rejoin when I arrive to the secret base, and you get ready to fight. And that's what happens. It may be dangerous, nevertheless Team's team are all bumbling and stupid. I do not think anything happened by the moment when calm, when we can be calm. Oh, and Professor Oak called me. He wants to talk with you. He's waiting you at the radio's TV station. But before you go, take this. Have a Pokeball there. Better you catch a lot of Pokemon if you want to be a great trainer. Good luck and go to your house. Before leave the town, your mother is waiting you. We moeten even naar onze moeder gaan. Ik denk dat we eindelijk renschoenen krijgen. Dat zou wel leuk zijn. Hi dear, I just bought you some new clothes. Renschoenen. Dat weten we allemaal al. Oh, fucking Caterpie. Ik hoop dat ik snel vuuraanvallen heb. Dan gaat dat wel sneller. Tegen die bugcatchers. Oh, zie je? Dat is al gebeurd. Oh, ik ben dood. Ik ben echt slecht in Pokémon. Ik ben al de tweede keer deze keer dat ik dood ben gegaan. Ja, ja, moeder. Zo. Terug opnieuw. Deze keer ga ik je wel verslaan. Ha. Had je wat? Ik hoor het niet meer. Al level 11 jongen, we zijn meteen door één route gegaan. Ik wil geen pieten vangen. Op 12. Ze bieden zijn al geëvolueerd. Wat waren de trainers dan? Eerst even het Pokémon Center vinden. Oh, Pokémon Center ziet er helemaal anders uit. Nu moeten we het radiostation vinden.
dan zal het waarschijnlijk iets zijn. Kijk maar wat dit is. En professor ook is hier niet. Misschien dat hij toch op die route was waar ik was. We kunnen altijd eens gaan kijken. Oh my goodness. Een super potion. Altijd handig. Schiet lekker op. Als ik het zo mag zeggen. Zo moet ik eens met mijn Pokémon gaan vallen. Ja. Ja. Die heb ik ook al weer gezien. Ah, daar is professor ook. Zie je, Kenta, Feebas zijn in het seizoen. Er verschijnen duizenden op dit moment van het jaar. En ze zijn moedig en die raar aanvallen mensen. En ze verschijnen ook maar heel raar. Heel erg interessant, professor. Dank je voor de tip, zei Kenta. Ik denk dat ik er eentje ga proberen te vangen. Wow, ik heb een Feebas gevangen. Het ziet eruit dat het een goede Pokémon is. Ha, Wesley, daar ben je. Kom, en probeer er ook één te vangen. Ik wil geen fucking Feebas. Milotics zijn wel goed, maar die zijn zo moeilijk om te laten evolueren. Maar we zullen... Oh, laat maar. Ik heb hem verslagen. Well done, Wesley. Ik heb hem niet eens gevangen. Kenta, wij gaan terug naar het radio-tv-station. Ik heb dingen te doen. Kom en zie ons daar. Later. Ik heb iets dat ik aan je wil geven. Dat was alweer de eerste aflevering. Morgen komt aflevering 2 al online. Dan zeg ik nu nog, vergeet niet te liken, subscriben en geniet van de outro. Doei!